veel mensen is het moeilijk om de weg te vinden. Het leven lijkt op een soort doolhof waarin geen uitweg meer te vinden valt. Maar dat lijkt zo. Want als je denkt dat er geen uitweg meer is, dan ga je hem ook niet meer zoeken. Maar het is vaak heel goed mogelijk om toch nog nieuwe oplossingen te bedenken. Neem bijvoorbeeld de economische crisis. We geloven allemaal dat het slecht gaat met de economie, maar daardoor laten we vaak die mogelijkheden liggen die er wel zijn om tot een oplossing te komen. De werkloosheid is groter, de werkgelegenheid neemt af. Maar in plaats van eerlijk die werkgelegenheid te verdelen, laten we sommigen alleen het slachtoffer worden van die werkloosheid. Als we met z'n allen naar een oplossing zouden zoeken, is het wel degelijk mogelijk om tot een eerlijke verdeling van de resterende werkgelegenheid te komen. Wat voor de maatschappij als geheel geldt, geldt ook voor ieder individu afzonderlijk. Vroeger lag de zingeving van het bestaan van tevoren vast. Je wist waarvoor je leefde, althans dat dacht je. Uit recent onderzoek van het Humanistisch Verbond blijkt dat een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking ongodsdienstig is. Dat deze mensen zelf hun eigen weg willen vinden. Voor sommigen betekent dat een levensbeschouwelijke leegte. Dat ze geen perspectief meer hebben in het bestaan. Voor anderen is het duidelijk dat het wel degelijk mogelijk is om zin aan het bestaan te geven. Dat mensen zelf individueel vorm aan hun bestaan kunnen geven. Juist in tijden van doemdenken is het belangrijk om dat voor ogen te houden. Want zie je geen zicht meer op de dingen, heb je geen enkel perspectief meer, dan houdt het automatisch in dat je niet de mogelijkheden aangeeft die er wel zijn. Vandaar dat wij het als humanisten erg belangrijk vinden om niet het perspectief te verliezen, maar zelf een perspectief te ontwerpen. Om zelf zin te geven aan het bestaan, juist in tijden waarin het uitermate moeilijk is om een uitweg te vinden. Als samenleving en ieder afzonderlijk. Dit doolhof en dit weer is ongeveer even treurig als de tijd waarin we leven. Toch zou ik willen zeggen, de situatie mag dan misschien ernstig zijn, ze is niet hopeloos. Het is wel degelijk mogelijk om een uitweg te vinden. Namens het Humanistisch Verbond wens ik u een perspectiefvol 1984. Avond.